Welkom terug bij het derde deel van ons beursverslag van de Autosalon van Genève 2017, waar we beginnen bij Hyundai. En de Hyundai heeft iets voor de toekomst en iets voor het heden. De toekomst, althans volgens Hyundai, staat hier, want dit is de FE Fuel Cell Concept. En zoals de naam al aangeeft, is dat een brandstofcelauto. Die borduurt voort op de techniek die we kennen uit de iX35 Fuel Cell. Maar de brandstofcel is volgens Hyundai 10% efficiënter, 20% lichter en 30% krachtiger dan de huidige brandstofcel. Daardoor moet deze concept 800 kilometer kunnen rijden. Of het allemaal werkelijkheid wordt, weten we nog niet, maar hij komt al wel vrij snel op de markt. Want Hyundai belooft hem op de Spelen in Seoul 2018 te gaan presenteren. En of het dan allemaal net zo mooi wordt als de werkelijkheid, weten we nog niet. Wat we al wel weten is dat hij onder het Ioniq label wordt gehangen. Dus het Ioniq, wat je nu kent van het model, dat wordt een sublabel dat onder Hyundai hangt. Maar voorlopig is het nog even toekomstmuziek. Ja, dan terug naar de werkelijkheid. Dat is de Hyundai i30 wagon. Een hele grote station wagon voor het C-segment. In de bagageruimte gaat maar liefst 620 liter. De vorige i30 wagon kon maar 528 liter kwijt. Dus dat is wel een forse stap. En er zijn maar weinig C-segment station wagons met zoveel ruimte achterin. Nou, natuurlijk krijgt hij de 1.03 cilinder turbo, maar ook de 1.4 viercilinder. Ze verwachten wel wat meer van de station wagon van de 1.4 viercilinder turbo. Nou, in het late voorjaar staat hij bij de dealer, dus dat is behoorlijk dicht bij de werkelijkheid. Ja, een dagje na de Volkswagen Group Night is Audi vast leeg qua nieuws. Niets is minder waar, want hier op de beursvloer staan gewoon nog twee primeurs. De eerste is deze volledig nieuwe Audi RS5. En zoals het een gloednieuw model betaamt, is er ook hier sprake van downsizing. Want de vorige RS5 had die hamerende 4,2 liter V8 en die is verdwenen. Deze nieuwe heeft een 2,9 liter V6 met twee turbo's. Betekent wel dat hij 170 Nm meer koppel krijgt, een totaal van 600 Nm, 450 pk. En dat betekent enorme prestaties. Van 0 naar 100 in 3,9 seconden en een top van 280 km per uur, mits je het Dynamic Driving Package bestelt. Uiteraard is er ook weer heel erg veel aandacht besteed aan het quattro systeem, zodat die weer meer lijkt op een achterwielaandrijving. Dus optioneel een sportdifferentieel tussen de achterwielen voor toch wat beetje extra dynamiek. En als voordeel van die V6, hij wordt lichter, want hij slankt zo'n 60 kilo af en een groot deel daarvan zit voorin. En dat betekent voor de gewichtsverdeling dat hij een stuk beter zou moeten zijn. En nou nog hopen dat het qua geluidssensatie ook een beetje goed zit. Op de Audi stand zindert het werkelijk van de pk's, want dit is de Audi Q8 Sport Concept. De gewone Audi Q8 Concept hebben we al gezien in Detroit. Dit is de Sport Concept. Die gaat weer een stapje verder. Is ook wat dichter bij de productiefase. Dat zie je met name aan de neus. Een wat normalere grill. Maar vooral de techniek is interessant. Een 3.0 TFSI met 476 pk, 700 Nm en een elektrisch aangestuurde compressor. Dat is nieuw op een benzinemotor bij Audi. Nou, 476 pk, 700 Nm. Daarmee knalt dit gevaarte in 4,7 seconden van 0 naar 100. Haalt hij een top van 2,75. En als je zo naar die uitlaten in die achterbumper kijkt, zou het mij niet verbazen als dit de RS Q8 gaat worden. Oké, Marco, we staan hier bij Bentley en kan het zijn dat deze auto ons bekend voorkomt? Zeker, want 2 jaar geleden toonde Bentley de EXP10 Speed 6 Concept. En dat was een grote coupé. Die groene, ja, die was heel mooi. Dat was een hele mooie auto. Dit is de EXP12 Speed 6e Concept. En nou ja, hij is open, maar dat is niet het enige verschil. Nee, want deze is geheel elektrisch. Ja. En dat is voor het eerst, hè, bij Bentley. Jazeker, maar we weten natuurlijk al wel dat Bentley bezig is met alternatieve aandrijflijnen. Het eerste voorbeeld was de Bentayga Diesel. Nou, die Bentayga, dus de SUV van Bentley, die komt er ook op termijn met een plug-in hybride aandrijflijn. En ja, dan is de stap naar volledig elektrisch natuurlijk ineens niet zo groot meer. En Bentley zegt, we gaan een elektrische auto aanbieden als we een actieradius kunnen garanderen die het mogelijk maakt om van Milaan naar Monaco te rijden. Dus dat is in de praktijk 300 kilometer. Nou, ik zou het ook niet erg vinden als ze deze auto gewoon zo in productie nemen. Niet met de elektrische aandrijflijn, gewoon met een hele lekkere verbrandingsmotor. Lekker. Ja, het schijnt dat deze auto alvast een voorproefje is van de nieuwe Continental-reeks. Dus wat jou betreft? Ook niet verkeerd. Subaru presenteert op haar stand de volledig nieuwe XV. En dat is de hoog op de poten versie van de Impreza. Nou, die Impreza krijgen we voorlopig niet in Nederland, maar deze XV wel. En die gaat geheel mee in de crossover trend. Dus wat hoger op de poten, zwart plastic, voor stoere uitstraling. En het is een Subaru, dat betekent altijd vierwielaandrijving. Maar verder is de informatie nog een klein beetje sumier.
We weten dat hij in ieder geval een 2 liter benzinemotor krijgt. Uiteraard een boxermotor, 156 pk en 170 Nm sterk. En die verbruikt minder dan zijn voorganger. Maar hoeveel minder weten we dan nog niet. En wat we ook nog niet weten is wat hij bijvoorbeeld weegt of wat hij moet gaan kosten. Of zelfs wanneer hij leverbaar wordt. Wat we wel weten is dat hij leverbaar wordt in stemmig vaderlandslievend oranje. En dat hij 70 tot 100% stijver is dan zijn voorganger. Ja, van de Subaru XV is het natuurlijk een hele kleine stap naar de Nissan Qashqai. Na 3 jaar hebben ze hem al gefacelift. Hij heeft een nieuwe neus en daarmee lijkt hij wat meer op de nieuwe Micra. Belangrijker, ProPilot technologie waarmee autonoom rijden weer een stapje dichterbij komt. En zeggen ze bij Nissan, ze hebben het interieur aangepakt. En daarmee is de Qashqai weer fris voor de komende 2 à 3 jaar. Dit keer laten ze bij Honda geen gras overgroeien. Direct is de nieuwe Civic er ook als Type R. En die is weer heel heftig. Met heel veel spoilers en met heel veel pk. Met een VTEC turbomotor. 320 pk. Wat vind jij nou eigenlijk van zo'n spoiler? Ja, ik snap dat mensen het een beetje tuf vinden. Persoonlijk vind ik het wel gaaf, zo'n hele grote vleugel. Het onderscheidt hem echt. De huidige heeft het ook. En zo wild als hij eruit ziet, zo gaat hij waarschijnlijk ook weer rijden. Want de huidige Civic Type R is echt een plankhard ding. Met een sperdifferentieel op de voorras. Deze gaat dat naar verwachting ook weer krijgen. Want afgezien van het feit dat hij 320 pk en 400 Nm levert, weten we nog niet zo heel erg veel over deze auto. Maar het zal in ieder geval minder lang duren dan bij de vorige generatie. En Civic Types R zijn gewoon altijd heel... Ja, ik weet het. Die vorige haalde echt het slechtste in mij boven. Dat gaat deze ook weer doen. Ja, het is echt een hooligan en een goede auto om onze derde video vanaf de autosalon van Genève mee te besluiten. Maar blijf vooral kijken, want er komt nog veel meer heftig spul. Want in de volgende video, Porsche 911 GT3.